Hoi, ik ben Sander de Vizier en je kijkt naar Shout. Welkom bij Shout Nieuws. Dit is onze allereerste aflevering. En we gaan gelijk beginnen. Op dit moment zijn de repetities voor de nieuwe musical Titanic in volle gang. Spelers van jong tot oud, met weinig ervaring tot professionals, zijn in zee gegaan met het regiotheater De Theaterbakkerij om het verhaal van de Titanic uit te voeren. Wij waren bij de eerste repetitie. Er spelen heel wat jongeren mee. Ik geef veel lessen op middelbare scholen in Gouda. En eigenlijk van allebei alle middelbare scholen speelt er wel een aantal leerlingen mee. De mensen die niet genoeg kunnen krijgen van Jurassic World, opgelet. Want binnenkort kun je golven tussen de dinosaurussen. Geloof het of niet, de IJzerweide komt met een Jurassic Park Gouda. Dit is een soort adventure golf met allemaal dino's. En in Amerika heb je al zoiets en dat ziet er ongeveer zo uit. Of het er net zo uit gaat zien in Gouda, dat is nog maar de vraag. Want ze zijn op dit moment nog bezig met de verbouwing, helaas. Maar op het moment dat het klaar is, laten we jullie dat gelijk weten. Ik kan heel veel niet wachten. Ik ook niet. De Tour de France wordt elk jaar gehouden. Dit jaar was het een wel erg bijzondere Tour. Het is je misschien niet ontgaan, de route van de Tour ging dit jaar dwars door Gouda. Deze bijzondere dag lieten de Goudenaren zeker niet aan zich voorbij gaan. De route werd druk bezocht. Het Goudse volleybaltalent Joyce Tubbe pakt op Cyprus goud bij de Europese kampioenschappen beachvolleybal voor spelers onder de 20 jaar. Joyce is nog maar 18 jaar oud en wist deze titel binnen te slepen. In de halve finale streed zij samen met Nika Daalderop tegen Rusland. En omdat ze die gewonnen hadden, stonden ze in de finale tegen Finland. Ik heb vooral heel veel voor getraind, heel veel uren getraind. Wat ik ervoor heb gelaten is toch wel een beetje het feesten en met mijn vrienden zijn. Uiteindelijk wil ik de Olympische Spelen halen. Maar op korte termijn wil ik wereldkampioenschappen onder 21 winnen. De blogger, vlogger en zangeres Teske de Schepper. De 20-jarige Reewijkse is begonnen in 2009 met bloggen en het maken van haar eigen video's op haar YouTube-kanaal. Deze hobby groeide uit tot een fulltime baan en inmiddels bereikt ze ruim 1 miljoen mensen. Wow. En nu is zij dus ook te bewonderen in Expeditie Robinson. Wij weten wel wie we gaan aanmoedigen voor de buis. Sowieso, en ik heb haar toevallig een keertje hier in de studio gehad. En toen zei ze iets waarvan ik dacht, dit kan nog wel eens haar valkuil zijn. Ja, ik ben wel best wel vaak gevallen tijdens het vloggen. Ik ben echt heel onhandig. Binnen 10 minuten was de 10 kilometer loop al uitverkocht. Ik heb het natuurlijk over de Goudse Nationale Single Loop. Dit jaar werd de 27e editie alweer gehouden en uiteraard hebben wij daar beelden van. Ja, ik vind het op zich wel leuk. Het gaat goed. Ik heb tot nu toe alles aan ook door kunnen lopen, dus daar wil ik ook volhouden. Ja, ik vind de Goudse Single Loop leuk omdat mijn schoonzoon meeloopt en mijn zoon. De organisatie vindt dat het op dit moment de inschrijvingen het eerlijkst gaan. Maar heb je nou een suggestie of een idee hoe je dit beter kunt doen? Dat kun je ze gewoon laten weten. En wie weet doen ze dat volgend jaar. Op woensdag 7 oktober is in het Cinema Gouda een Ladies Night met een heerlijke romantische comedy van Nederlandse bodem. Ja, ik wil. Het is een hartverwarmende romcom van regisseur Kees van Nieuwkerk. Van onder andere Pak van Maart. Die ken je wel, toch? Ja, die ken ik wel. En meiden, als je nog niet overtuigd was. Manuel Broekman speelt er ook in mee. Deze week is er weer kermis in Gouda. Dinsdag is er happy hour en zijn de meeste attracties 1 euro. Woensdag kun je kleine zusje of broertje meenemen, want je kunt op de foto met Dora. Hoe vet is dat? En zondag, tevens ook de laatste dag van de kermis, is het familiedag. En dat betekent dat je 3 tickets kunt halen voor een attractie voor de prijs van 2. Onder andere de booster, breakdance en botsauto's zullen er dit jaar weer zijn. En ik wens iedereen heel veel plezier. 17 oktober is het weer zover. Zotte zaterdag. Deze 4e editie belooft een nog leukere en grotere editie te worden. Een dag vol activiteiten rond voormalig bibliotheek en in de stad. En over Erasmus en de tijd waarin hij leefde. Goed om je geschiedenis weer eens een beetje op te halen. Kortom, 1 groot middeleeuws avontuur. Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Nog tot 1 oktober kun je diegene voordragen, want in november gaat de gemeente Gouda weer jeugdlintjes uitdelen. Dit doet de burgemeester in het stadhuis op 20 november. Eerder kreeg een meisje al een lintje omdat zij een peuter redde van de verdrinking. En 3 anderen zetten zich in voor een nette en schone woonomgeving. Om nog maar eens even wat voorbeelden te noemen. En dan zijn we aangekomen bij de virals van de maand. Ja, je kent dat wel. Je bent op een feestje, je bent er helemaal klaar voor, helemaal klaar om los te gaan. De DJ die start een te gekke plaat in. Maar dan. Tja,
En in de volgende video komt een jongen dronken thuis. Kan gebeuren, denk je dan. Maar dan staat zijn moeder daar. Mark. I can't believe how drunk you are. I am not drunk. Yes, you are. I am not fucking drunk. Can you tell the time? Yes. I am not fucking drunk. Je eerste schooldag, weer vroeg opstaan, luisteren naar die oerzaaie docentenverhalen, zware tassen. Ja, het blijft altijd weer een pijnlijk moment en dat ervaart ook deze jongen. Andrew, are you excited for pre-kindergarten? Yes. Why? I don't know. Are you gonna miss your mom? No. No? Deze lieve, lieve, lieve oma is maar liefst 102 jaar geworden en dat moet wel even gevierd worden. Dit was het Shout nieuws voor deze maand. Volg ons op social media voor meer. Dit was het nieuws van deze maand. We gaan nu door met Shout ondervraagd.